daar met een speelgoedwinkel, man? Ik moet zo'n schap thuis hebben. In de candy shop. Ja. We zijn toch ook bij jou thuis? Dit is bij mij in de kelder thuis. In de weekenden doe ik andere dingen als podcast host. Nee, geintje. We zijn vandaag bij de Hellshooter. En ik moet zeggen, ik voelde me gisteren als een kind dat op vakantie mag. Want ik heb hier echt al een hele tijd zin in. Zoals jullie weten hebben wij een mild defensiefetischisme. En vandaag gaan we iets doen wat ons betreft misschien de andere experience nog wel eens kon gaan toppen. We gaan vandaag echt leren hoe we gaan bewegen als special operators. En aan het eind van de dag gaan we een scenario hier spelen met de jongens. Waarin zal blijken of wij actieheld waardig zijn of niet. Deze meneer belde mij 2 weken geleden op en hij zei: "Richard, fuck it, we gaan het gewoon doen. We gaan onze eigen actiefilm maken. Dus je mag alle scènes bedenken die je wil en je mag het vandaag gaan uitvoeren. Dus we gaan vandaag een jongensdroom waarmaken. Ik heb er onwijs goed zin in." Mijn naam is Mark Pollen, ik ben de oprichter van Hellshooter. En vandaag zijn we hier bij de eindbazen om een training te geven. Om achter de schermen ervoor te zorgen dat de jongens als echte warriors voorwaarts gaan tijdens hun actiefilm. Zij weten natuurlijk niet hoe ze zich moeten bewegen, hoe ze realistisch door een pandje gaan. Dus Jeroen en ik gaan hen begeleiden om vanuit onze achtergrond. Ik heb 13 jaar bij het Korps Mariniers gezeten en ben ook pelotonscommandant geweest van de antiterreureenheid van Nederland. Zullen wij hun adviseren om als een baas voorwaarts te gaan. Ik ben Jeroen Graas, ik ga Mark helpen. Mark, toen we hier net bij de briefing zaten, toen vertelde jij ons dat je ons 4 dingen gaat leren vandaag. Wat zijn die 4 dingen? Allereerst gaan we zo meteen met jullie een stukje bewustwording opbouwen. We willen eigenlijk dat jullie door mijn ogen, met mijn ervaring vanuit de militaire kant, naar een omgeving gaat kijken. Wat zie ik en wat zie jij? Dus daar zullen we zien dat jij op een andere manier kijkt dan ik. Dus daarmee willen we een stukje bewustwording meegeven. Daarna gaan we jullie uitleggen over deze jongens die hier hangen. Hoe heb je zo'n ding vast? Hoe hanteer je dat? Met name veiligheid. Hoe ga je daar op een veilige manier een soort spoedcursus veilig werken met wapens? Dat lijkt me verstandig, ja. Daarna gaan we daadwerkelijk werken met de wapens. Gaan we een stukje schiettraining doen. Dus dan heb je een beetje dat je op je gemak wordt met dat ding. Want dat is uiteindelijk gewoon een tool die je gebruikt om een bepaald middel te gebruiken. Meer dan dat is het niet en zo zie ik dat niet. Een soort schroevendraaier. Een soort schroevendraaier, maar dan voor operators. Hey, en daarna, hoe kom je nou bij een deur aan en hoe ga je een ruimte in? Realistisch gezien, je hebt alvast al een hoop actiefilms gezien. Genoeg, ja. De ene doet dat beter dan de andere. En ik denk dat het tof is om jullie op een manier neer te zetten zoals het realistisch is, zeg maar. Dus daar willen jullie bij helpen. En tenslotte gaan we een stukje door een gebouw verplaatsen. En kijken hoe jullie dan tactisch gezien met z'n tweeën op een realistische manier dat kunnen doen. Alright. En dat zijn de 4 onderdelen van vandaag. Laten we beginnen bij het eerste. Alright. Door jouw ogen kijken. Ja, op het moment dat ik naar zo'n hoek kijk, zeg maar, dan zijn er een aantal manieren natuurlijk om te verplaatsen. Wat je vaak ziet als mensen het spannend vinden, is dat ze tegen de muur gaan zitten en gaan lopen. En dat ze dan op deze manier de hoek om willen gaan. Maar als je op die manier de hoek om gaat, dan zit je meteen op de dreiging. Zeg maar. Dus je wil een beetje ruimte creëren op het moment dat je de hoek om gaat, dan moet het gaan om de zicht. Zeg maar. Dus op het moment dat je zo'n ruimte hebt, zou ik eerder naar buiten toe verplaatsen. Zodat je het zicht hebt en dat je dan dus de ruimte langzaam in zicht krijgt, zeg maar. Ja. Ja, dus je moet nadenken van oké, hoe ga ik mijn route door het gebouw bepalen? En hoe ga ik verplaatsen dat ik dingen kan zien? En dat ik helder heb op het moment dat ik onder vuur kom, waar ik dan naartoe ga. Maar dit is slechts gewoon even een stukje bewustwording van oké, hoe kan je nou door een ruimte verplaatsen? En hoe moet je gaan kijken naar die ruimte? Want die ruimte kan je vriend zijn en je grootste vijand, zeg maar, op het moment dat je in een tactische situatie zit. Ik ga meteen even wat basisdingen uitleggen over wapens en zo en op de schietbaan. Ik heb 2 vestjes voor je klaargelegd. Gewoon een vest, een tactisch vest, een helm, handschoenen en een bivakmuts. We hebben een podcast ook. Dat ligt het wel, ja, ik wil het zeggen. Nou ja, je kan hem ook zonder bivak met doen. Kijk maar even. Ik zou zeggen, kleed je even aan en dan gaan we aan de bak. Cool. Die show, de spanker. Jongens, dit is straks het wapen waar jullie mee gaan werken. Zo'n replica van de M4 is airsoft. We gaan proberen om ermee om te gaan alsof die echt is. Ben je er wel eens geschoten? Ja. Ja? Dus ik hoef je niet heel veel uit te leggen. Ik ga het gewoon even snel langs. Dit is de loop.
Daar komt het balletje uit of de kogel uit. Zorg ervoor dat je gedisciplineerd met de loop omgaat. Dus als je niet hoeft te schieten of je bent bij elkaar, zorg ervoor dat die loop of naar beneden is of naar een plek waar niemand is. Ja, dat je altijd jezelf er bewust van bent van waar is die loop. Er is maar één persoon die kan bepalen of de dingen doet, ja of nee, dat ben je zelf. Als je hem weglegt, gebeurt er niks. Als je hem pakt, dan kan er iets gebeuren. Er zitten twee veiligheden op het water. De eerste is een mechanische veiligheid, de vuurregelaar. Als die dikke kant naar achteren staat, staat hij op zee. Dan is de trekker geblokkeerd. Als je er dan aankomt, doet hij. Als je op één klik naar beneden doet, staat hij op semi-automatisch. Dan elke trekkerbeweging komt er één schot. Dan moet je hem weer naar voren doen en je volgende schot te laten plaatsen. Doe je het pieletje naar voren, helemaal. Dan staat hij op automatisch. Als je dan je trekker naar achter haalt, gaat hij net zo lang door tot hij leeg is. De tweede veiligheid van je wapen is je vinger. Als je niet schiet, of niet hoeft te schieten, zorg je ervoor dat je trekkervinger, bij de meeste mensen altijd zijn wijsvinger, gestrekt langs de beugelkrop van het wapen. Ja, pas op het moment dat je mag schieten, dan gaat hij naar de trekker om te schieten. Als je klaar bent, gaat hij daar weer. Yes? Normaal gesproken werk je ook met de vuurregelaar. Dat gaan we straks niet doen. Dus als we gaan schieten, mag je semi-automatisch. Dan is het niet te veilig. Yes? Check. Vraag. Geen vraag. Mooi. Als laatste. Bij het wapen zit een lampje. Op het wapen zit een richtmiddel die je kunt gebruiken. Als je het lampje aan hebt, dan zie je vaak ook de draad van je balletje. Dan kun je er redelijk goed mee mikken. Maar probeer de richtmiddel op het wapen te gebruiken. Je schot gericht af te vuren. Cool. Yes? Dit is de houder. Ja, je geeft deze manier. Zorg ervoor dat hij goed vastklikt. Bam, bam, bam. 3 of 4 keer draait. Ja. Dan blijft hij het gewoon doen. Nu de houder uitreiken, dan kan je zelf laden. En denk dan even aan de loop waar hij heen wijkt. Maar dan gaan we de schietbaan af. Let's go. Wat is je houding, de beste houding tijdens het schieten? Je schiethand, voor de meeste is op rechts, voor sommigen links. Goed, pistoolgreep vasthouden, vinger langs de trektop. De kolf van je wapen, gewoon in je schouder en probeer die daar te houden. Dan kun je veel sneller, kun je tot een gericht schot komen. Ik zie, wil ik werken. Boom, niks meer aan doen. Ah! Ietsje sneller. Kijk, je bent in actie, hè? Je staat niet op de markt. Ah! Juist, dat is het. Ah! Ik merk dat ik veel tijd aan het eind pak om te willen mikken. Is er iets om is er een trucje om uit te komen waar je wil uitkomen waar je kijkt? Ja, dat duurt 6,5, 7 weken. Oké, dat is geen trucje voor, het is gewoon muscle memory. Dus in feite ga je zoveel schieten, zoveel van die uprails doen, dat als je wapen langs je hoofd gaat en je hebt zeg maar het eerste strotvuur gegeven, zit hij bijna altijd on target. Dan vindt de wissel plaats. Nou, je laat dat een miljoen keer doen en dan ga je het zelf. Ja, dan wordt het vanzelf. Ja? 9 uur! We gaan al schietend verplaatsen. 12 uur! 3 uur! 6! Alright, we gaan één extra moeilijkheid inbrengen. Ja, ik sta hier. En jullie moeten leren dat je met elkaar werkt en dat je durft te schieten ook, ja. Ik wil niet geraakt worden, want dan heb ik fucking bijzonderheden. Maar ik sta hier en jullie moeten zorgen dat je mij niet raakt. Helder? Bijzonderheden noemen ze dat. Merk je die. 3! 4! 3! 6! 3! Je ziet dat jij hebt volgens mij al een achtergrond met paintball, klopt dat? Ja. Ja. Je ziet dat jij iets natuurlijker verplaatst. Jij moet oppassen dat je niet als een soort springhaasje gaat verplaatsen. Dat je dan zeg maar zo en dan ga je een beetje heen en weer springen. Probeer een soort van dat platform echt stabiel te houden. Op het moment dat je verplaatst, dat je echt denkt van oké, als het een echt platform is, ja. Is een echt wapen, dan wil je ook echt stabiel zijn. Anders schiet je geen pepernoot raak, zeg maar. Nee.
Ja, dus je moet dit stabiel houden op die manier. Ja. Je bent eigenlijk een soort van aan het dansen met je meisje. Geef het ook een naam nu. Ja, Betty. Betty. Ja. Ja, dus op het moment dat we een deur aankomen, okay, hoe gaat deze deur open? De deur gaat naar buiten open. Ja. Potentieel links naar binnen. Ja, hoe zou jij gaan opstellen bij de deur? Ik denk hier. Omdat hier zit een muur tussen mij. Ik kan hier bij de klink, ik kan hem opengooien. Dan kan ik iemand dan daar of een vuurlijn pakken. Maar ik ga in ieder geval iets beschermen dan dat ik hier zou gaan staan. De eerste regel die ik meestal afspreek, die zijn met twee. Degene die als eerste bij de deur aankomt, doet nooit de deur open. Ja, het is heel verleidelijk om zelf een deur open te gaan doen. Maar dan ben je onstabiel. Op het moment dat ik bij een deur aankom, dan heb ik maar één ding. Op dat moment is mijn dreiging alles wat er achter de deur zit. Dus wat ik doe, is ik kom aangelopen. Ja, en ik ga klaarstaan met de deur om naar binnen te gaan. Het enige wat ik helder heb, is als die deur open gaat, dan is het wat achter staat, pak ik van mij. Ja, als er een dreiging is, dan schakel ik hem uit. En als er geen dreiging is, trek ik hem hier naar de veiligheid toe. Zodat ik deze deur onder controle heb. Er zijn een aantal manieren om naar binnen te gaan. Ja. Ontplooien naar binnen toe, ja, daar moet je even, dat is een volgende deel. Maar laten we eerst het openen van de deur, dat jullie dit even een keertje doen. Ja. Dat was net echt. Dat was niemand. Communicatie is vervolgens belangrijk. Als je echt helemaal stil naar binnen wilt en je bent ook nog onbekend, dus er is nog geen vuurgevecht geweest, dan wil je natuurlijk niet communiceren. Dus dan kan je het inderdaad, zoals jullie net deden, zonder te praten doen. Op het moment dat jullie dit vol in een vuurgevecht gaan, het wordt al gevuurd en je gaat ruimtes binnen, dan is het handig om te gaan roepen van ruimte linkerkant clear, ik zie twee deuren, opengang, backup benodigd. Ja. Dus dan moet je elkaar gaan aangeven wat er in jouw wereld, in jouw kant van de kamer gebeurt, want een andere is dan met zijn eigen ding bezig. Check. Dus dan moet je juist dingen communiceren. Dus je bent of helemaal stil, of je communiceert juist heel duidelijk met elkaar. Ja. Kun je schreeuwen? Er zou iets kunnen zitten, Lichten! Take them down! Yes. Je hoeft hem niet op andere mensen. Nee. In je voet. Alright. So far so good. Echt een super dikke ochtend al. De mannen hebben ons geleerd hoe we ons als echte operators door een gebouw moeten verplaatsen. En hoe dit soort speeltuig eigenlijk allemaal werkt. En ze zijn nu een chill room aan het klaarzetten. Waar wij dan vervolgens als twee echte operators doorheen mogen om bad guys uit te schakelen. Ja. Hoe dik is het? Het is wel cool, want toen we die Marshof-ervaring hadden, toen ik later de beelden 300.000 keer heb nagekeken, toen zag ik die gasten inderdaad ook wel bewegen. Alleen ik had natuurlijk niet echt idee wat ze aan het deden, want ik was de terrorist. Het is wel interessant om te leren hoe dat ze inderdaad, hoe dat je een deur binnenvalt. En het voelt fucking echt, jongen. I could do this all day. Wat ik het meest leerzaam vond is, ze noemen dat volgens mij slicing the pie, is dat als je vanuit een bocht nadert, dat je als je het platform, zoals we dat dan noemen, aan de juiste hand hebt, dat je zoveel eerder een tegenstander kan zien als zij jou. Dat was echt best wel mindblowing. Echt zo van, oh, oké, okay. Dus er zit echt vies veel techniek achter dit hele spel. Ja. En dan doen we het nu nog rustig, zonder dat er mensen op ons schieten. Ja. Nou, dat heb ik al meegemaakt. Ja, hoe was het? Nu mag je terugschieten. We hebben nu een stukje training gehad. Ja, wat we nu gaan doen is kijken of jullie dat ook een beetje in gebruik kunnen nemen. We hebben hier een stukje killhouse, zoals we dat noemen. Dat is een stukje woonkamer waar een aantal terroristen op jullie zitten te wachten. Dit keer schieten ze nog niet terug. Maar zijn het poppen die een schijf hebben waar je twee rode lampjes ziet. En er zit één Shera, zoals we dat noemen. Dat is degene die we niet dood moeten schieten. Mm-hmm. Ja, dus we hebben een aantal terroristen. Die zijn met rood licht gemarkeerd. Die schakel je uit door een dubbeltap op het hoofd te geven.
Ja, dus die moet je op de witte schijf moet je twee keer raken en dan gaat het lampje uit en dan is die uitgeschakeld. Ja. Wat we nu gaan kijken, dat gaat allemaal op tijd. Jullie gaan hier zo meteen opstellen bij de deur, zoals jullie geleerd hebben, volgens schijning naar binnen. En dan heb je hier achter de ruimte helemaal naar het einde. Daar staan een aantal terroristen en jullie gaan naar binnen en die uitschakelen. Oké, okay, cool. Tof. Klinkt tof. Klinkt als iets wat we kunnen. 3, 2, 1, go. Ik liep op een gegeven moment, ik bleef steken omdat ik één, die oogjes bleven me aankijken. En ik had het idee... bleef me aankijken, ja. Ik heb dus nog niet helemaal het idee hoe dat wapen... Ik hoor helemaal niks. Probeer te communiceren met elkaar. Check. Ja? Geef aan wat je ziet, geef aan wat je doet. Ik ga links, ik ga rechts. Klaar? En links! Links! En links! Ruimte clear. Als je point man bent, maak jij in feite alle primaire beslissingen waar je als treintje op moet reageren als organisme. Mm-hmm. Maar als hij dat doet, dan moet ik dat doen. Achterste man moet ook rekening houden als hij schiet, dat hij dan in ieder geval niet zijn eigen point man voor zijn flikken schiet. Ja. Daar had ik even zorgen over. Ja, dan ben je niet de enige. In de snelheid gaat het heel snel fout. Wat is het verhaal bij de kast? Want bij de kast gaat hij links en ga ik automatisch nu twee keer rechts. Goed of niet goed? Er is geen goed en er is geen niet goed. Ja. De point man bepaalt en uiteindelijk mag hij verklaren waarom hij bepaalde keuzes gemaakt heeft. Maar ik volg hem altijd. Of contra. Afhankelijk van de situatie. En pas later ga je bij elkaar staan en dan ga je het over hebben met elkaar van was dit nou handig? Ja. Was dit een goede keuze? Of zijn er betere keuzes? Wat een pointman wel fout kan doen, is hele plotselinge bewegingen links of rechts maken. Je wil altijd in een bepaalde lijn beweging. Het schaakspelletje wat ik bedoel, op het moment dat jij bewegen bent, moet je een soort van vloeiend bewegen. Op het moment dat jij zeg maar, dit zou doen, doet in één keer dat. Ja. Dan kan je bijna niet verwachten van iemand die achter jou loopt. En je doet ineens een plotseling beweging uit jouw lijn, zeg maar. Ja. Dan kan het gevaarlijke situatie opleveren. Ja, dus probeer die lijn van ontplooien, dat is echt een bijna een soort kunst, zeg maar. Ja. Oké, kabbelen. Kom, links 1! Links 2! Ging dat beter? Het blijft stil. Oké, jullie hebben nu eigenlijk leren ontplooien naar binnen, naar ruimte toe. Maar een van de basisprincipes hebben we nog niet behandeld. En dat is eigenlijk fire and maneuver. Dat is al zo oud als dat militair oud zijn, om maar zo te zeggen. En de basis is eigenlijk altijd dat je niet, op het moment dat je echt in een zwaar vuurgevecht komt, dat je niet wil bewegen voordat de ander vuurt. Ja, dus nu wil ik dat jullie even op een andere manier door deze ruimte heen gaan. En dat is dat jullie willen naar voren toe verplaatsen. En wat je dan doet, is je gaat van dekking naar dekking. Maar terwijl jij verplaatst, is de ander aan het vuren. Rammen! Overnemen! Voorwaarts! Openen! Go! Nou, alle regels gingen hier de lucht in. Wat jullie... Wat we nog niet hebben, is het besef van, je hebt nu 300 patronen, maar echt heb je maar 30 patronen. En op het moment dat je aan het vuren bent, dan wil je dat moment godverdomme gebruiken. Op het moment dat je nu onder vuur komt, wil je agressiviteit. Bam, kom! Next! Weet je, gewoon, op dat moment ben je gewoon aan het vechten voor je leven. En dat moet je terugzien op de film, zeg maar. Het is geen fucking spelletje. Nee. Je wordt hier onder vuur genomen, je moet die moet je gewoon slopen. Ze moeten dood. Je gaat voorwaarts en jullie gaan die lui kapot maken. Ja. Zo ga je naar voren. Doe het!
Gozer, hoe heb je dit nou weer voor elkaar? Ik wil het niet over hebben, oké? Het is ook altijd hetzelfde. Ik wil het niet over hebben. Oké, hoe gaan we dit doen? Nee man, dat is veel te... Nee, veel te veel bloed. Misschien wat te rigoureus. Later een koel bloedje doen. Standaard procedure. Wie? Net de vorige keer? Net de vorige keer. Ik heb vanochtend iets meegenomen. Op 3, 2, 1. Volgens mij is het. Fucker.
Ja, als jij die hoek omging, dat was echt... Ja, even zo. Ja, mega soepel. Ik Kreeg 35. Ik heb hem niet op andere mensen.